It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we potje Team Damage op de map Combat. En ik ga spelen met een andere CUDA class setup dan normaal. Ik speel met mijn kapotte scuff wat ik in de video van 3 uur vandaag heb uitgelegd natuurlijk. Want mijn R2 knopje werkt niet meer, waardoor ik geen specialist meer in kan callen. Maar dat wordt binnenkort gefixt, want ik krijg een dark control natuurlijk. Ik ga niet meer vertellen, kijk de video maar als je die nog niet hebt gezien van 3 uur. En we gaan zoals in de potje Team Damage op de map Combat spelen. Ik heb maar de Tempest specialist aangezet, want die duurt best wel lang voor hem krijgt. Op mijn CUDA heb ik een Reflexite en Extended Max staan. Gewoon met de Streaks UAV, Count UAV en de Hater. En Specialist doet er niet echt toe, want ik kan hem toch niet gebruiken. Maar dan weten jullie dat ongeveer een paar video's geen Specialist gebruikt wordt. Weten jullie waardoor dat komt? Oh, hij zat daar zo. Oké. En de rest natuurlijk, zodra die Dark Control er is, ga ik er gewoon mee spelen en ga ik jullie mijn mening geven. Of ik nou een scuffchiller win of een Dark, want de recensies zijn allemaal hetzelfde, weet je. Dus je ziet nergens het verschil wat nou wel en wat nou niet het nadeel is aan een scuff. Ik weet nou ook niet het nadeel aan een scuff, ja dat de grip plaatjes achter op je handpalmen die daar zitten, die gaan snel kapot en zodra ze kapot gaan, dan komt dat lijm vrij. Dus dat gaat echt plakken aan je handen. Dat heb ik laatst ook gehad. En dat heeft natuurlijk gewoon een normale dart niet. Hij zet het er niet op. Wat dan wel een voordeel is. Oh, en ik ben hier gehouden. For fuck's sake. Maar normaal heb ik altijd long barrel op mijn CUDA staan. En dat heb ik nu niet. En het is op dit moment zaterdag dat ik het opneem. Fucking hell. Oftewel tweede kerstdag. En ja, je ziet dit dat er niet al te goede mensen in zitten natuurlijk. Er worden Christmas noobs genoemd. Maar ja, niet iedereen die nu het spel heeft, is gelijk noob. Dus je hebt ook gewoon level 1'ers. Je hebt ook gewoon mensen die level 1 zijn. En gewoon wat kunnen, wezen. Ik kon ook wel wat toen ik level 1 was. Dus je moet nooit iemand onderschatten op zijn level. Kijk, nu heb ik mijn Tempest, dus ik kan niet inkallen. Maar ja. Dat is jammer. Het scheelt wel een paar keer die ik kan pakken, maar ja. Ik maak toch wel genoeg kills met mijn wapen. Oh, hij zat daar zo. Kijk maar, hier. Ik kan hem niet inkallen. Dus hij wordt gewoon niet geregistreerd, jammer genoeg. Maar ja, I don't care. Kan gebeuren. Had ik maar niet mijn knopje los moeten laten. Maar ja. Ik heb ook de keuze om met een normale PlayStation 4 controller te spelen. Maar dat kan ik gewoon niet. Simpelweg omdat ik al 2 jaar met een modded controller heb gespeeld. Dus dat is best wel moeilijk om dan opeens gewoon met kruisje te gaan springen als je al altijd gewend bent om je middelvinger als peddeltje of iets te gebruiken. Oh, dat was een mooie kill daar zo. Zit eentje boven. Oké, ik heb een UAV binnen. En ik ben dood. Het zijn niet al te goede mensen, maar ze zijn ook niet al te slecht, want ik heb alsnog 6 deaths. Maar ja, we staan nog steeds achter. Teammate, what the fuck? Oh, hij wou zijn Gretel spikes gebruiken, zeg je dat? Ik pak even zijn KN op voor long range. Zit hier in iemand? Heeft hij met hem? Ja. Jammer joh, het is backfire. Ik had zijn KN opgepakt en ik kill hem daarmee. Jammer joh, jij wil even onze basis binnenkomen. Never mind, dat gaat je niet lukken. Ook niet hier. Gaan we steeds achter, teammates. Let's go. Lekker teammate, wat een teamwork was dit. Even mijn UAV inkallen zo. Hier opwachten. Ze komen er niet op achter, ga ik hier snel heen. Pak ik hem op. En hem ook even snel, dan ga ik hier naar binnen. Pak ik hem op. En dan pak ik hem op en dan heb ik bijna een meter. Dus ik moet even snel weg hier. Iemand heeft UAV ingecalled. Dude! You're kidding me! Ik heb jullie hem hoor, wacht hoor.
Oh my god, hij heeft een Recon scope. Dat is gewoon eigenlijk een A-kog van Labs 2. Maar alsnog, for fuck's sake. Dat is wel jammer, maar ja. Ik had hij nog een hater kunnen hebben. Ah, tweede keer dat ik je kill, jongen. Oh, ik heb dik. Tweede keer dat ik hem even lekker op mijn schietje kill. Ja, kom helemaal met z'n allen af, joh. Oh my god, get turned. Oh, dan komt er een KMS, KRM in mijn bakkes. KRM. Ik heb wel mijn streak verstaan voor het teammatch. Kom op, hou dit vol. Hou dit vol. Is dit een dubbel kill? Ja, dat was een dubbel kill. Kom maar. Oh mijn god, je slijt gewoon naast me! Ah! Shit, oké, ik kom nog twee keer zijn we gewonnen. Holy shit, dat was echt een leuk potje. Dit is echt... Kijk, dit zijn nou leuke TDM potjes, weet je. Ze duren niet al te lang. En dan nog zijn ze gewoon leuk. 35-9 is eindje gewoon natuurlijk. En ja. Het is vandaag tweede kerstdag. Het is vandaag zondag dat deze video online komt. Dus laat even achter in de comments of jullie een leuke kerst hebben gehad natuurlijk. Ik in ieder geval wel. In ieder geval super bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En dan zie jullie bij een van de volgende video's. Bedankt voor het kijken. En jongens, tot vanavond om 8 uur. Dus zoals ik altijd zeg, doei!